Mevrouw Karreboelens. Ja, voorzitter, dat de heer Baudet met zijn partij pleit voor een soort apartheidstructuur in Nederland verbaast niet, gezien zijn ideologische achtergrond. Apartheidstructuur? Waar hebben we het nou weer over? Mevrouw Karreboelens maakt even een vraag af. Voorzitter, maar waar ik benieuwd naar ben, is de 5 miljard die de heer Baudet wil investeren in nieuwe wapens, in het leger, et cetera. U bent tegen interventies, hè? U wil geen oorlog in het verre Midden-Oosten voeren, et cetera. Waar moeten die wapens dan ingezet worden? Is dat allemaal in de Nederlandse buurten en wijken? Nee, ik ben niet principieel tegen alle vormen van interventies. Alleen, wat ik wel denk, is dat we mee hebben gedaan de afgelopen tijd aan projecten waarvan je je kan afvragen wat we daar in hemelsnaam te zoeken hadden. En waar ook, en dat was volgens mij ook iets wat u aangaf in uw bijdrage. Wat mevrouw Karreboelens aangaf in haar bijdrage. Ja, precies. De situatie helemaal niet verbeterd heeft. Integendeel, het enorm verslechterd heeft. Dus wat we doen, is heel contraproductief. Enerzijds hebben we gewoon te weinig mensen om ons eigen land te verdedigen, om ons eigen land veilig te maken, om onze vitale infrastructuur te verdedigen, om orde op zaken te stellen in wijken waarin de situatie soms heel ernstig is. Eén. Twee, we verspillen het kleine beetje militaire mankracht die we hebben aan projecten in het buitenland, aan missies ver weg die helemaal niets opleveren. Ja, zeker voorzitter, maar dat is ook waarom ik de vraag stel, van waar die 5 miljard dan? Want op het moment dat je geen interventies meer in het hoogste geweldspectrum doet elders, dan heb je minder wapentuig nodig. Die 5 miljard moet ook ergens vandaan komen. Dat gaat vrees ik ook weer ten koste van die agenten, van de onderwijzers in al die buurten en wijken, ten koste van de sociale veiligheid. Vandaar dat ik het niet begrijp. Nou nee, het gaat niet ten koste van de politiemensen en ook niet ten koste van onderwijzers, want die willen wij meer geven, meer betalen. Het zou wel ten koste kunnen gaan van de absurde klimaatplannen bijvoorbeeld die de SP ook mede ondersteund heeft en de klimaatwet die de SP mede heeft ingediend, wat ons 1000 miljard gaat kosten. En dat is onder andere waar al dat geld vandaan komt. Voorzitter, even een correctie voor de heer Baudet. De feiten laten spreken. We hebben inderdaad voor de klimaatwet gestemd omdat wij een schone wereld willen achterlaten voor toekomstige generaties. Dat moet aangepakt worden. Maar wij staan pal voor klimaatrechtvaardigheid waarbij de vervuilers, zoals de grote multinationals, mogen betalen. En helaas is de heer Baudet daar dan weer tegen. Nou nee, maar het punt is dat die dat natuurlijk doorbreken aan de klanten. Ja, terug naar Defensie? Hè? Misschien terug naar Defensie. Wie bepaalt u dat? Nou, ik suggereer dat alleen maar. Ja, ja, nou, de suggestie is afgewezen. Maar we gaan er geen klimaatdebat van maken. Je kunt dus niet. Maken. Ja, maar het staat nergens op. Want dat is nou een van die grappige dingen in die discussie. Dat links denkt blijkbaar dat je onbeperkt de bedrijven kunt belasten zonder dat de consument daar dan iets van merkt. Dat is natuurlijk. Je wordt door de hond of de kat gebeten. Als je de prijzen voor consumenten niet wil verhogen, maar je gaat het bij bedrijven halen, en dan gaan die bedrijven vervolgens weer de prijzen verhogen. Heel goed. Dus zo werkt dat natuurlijk. De heer Osterk. Ja, voorzitter. Toen ik Forum voor Democratie begon te volgen, had ik in het begin ook een beetje het gevoel van, nou, ze zijn de gevestigde orde een beetje aan het aanpakken. Ze zetten de gevestigde orde, VVD, CDA en nog een aantal partijen aan het denken. Wat leuk. En nu zie ik toch dat de heer Baudet, de heer Wilders aan het voorbij aan het schieten is. Zet de legeren in de wijken. Oh, ik dacht dat u bedoelde in de peilingen. Ja, dat ook. Maar goed, ik heb ook de interview bekeken dat hij jou als knecht wil. Dat was ook een beetje raar. Want dacht ik van ja, hij wil jou als minister. Dan denk ik van ja, hij heeft genoeg knechten bij de PVV. Maar goed, maar mijn vraag is dan richting de heer Baudet. Van, schiet u niet een beetje door? Schiet de heer Baudet niet een beetje door? Ja, dat is goed verteld. Mijn vraag is dan, schiet de heer Baudet niet een beetje door? En probeert hij niet meer hiermee een beetje verkiezingsretoriek te doen en om de PVV-stemmers binnen te halen? Meneer de voorzitter, het antwoord op deze vraag luidt ontkennend. Dank u wel, dan gaan we naar de volgende spreker. Oh, de heer Kerstens heeft nog een vraag. Meneer Baudet, als u even wilt blijven. Ja, terwijl de heer Usturk nog een bijkomen is van het antwoord van de heer Baudet. Ik dacht dat ik de heer Baudet hoorde pleiten om naar de afgesproken NAVO-normen te gaan als het gaat over de
uitgaven voor defensie. Betekent dat ook dat de heer Baudet dan de analyse van de NAVO, als het bijvoorbeeld gaat om de toegenomen dreiging vanuit Rusland, onderschrijft? Nou, een van de vorige sprekers zei dat je als Kamer eigenlijk betrekkelijk weinig kunt zeggen over de rapportages van de veiligheidsdiensten. Dat is denk ik een juiste observatie. Er zijn heel veel dingen die wij niet zien, die gebeuren, die je dan maar voor een deel moet aannemen enzovoort. Dus ik heb daar een zekere agnostische houding in. Ik ga uit van dingen die men in rapporten enzovoort. Maar ik kan wel ook met mijn eigen ratio bepaalde analyses maken. En dan denk ik dat er vanuit Rusland in mijn ogen relatief weinig belang is om Nederland aan te vallen. Ik zie dat niet 1, 2, 3 gebeuren. Maar, nou ja, goed, het is heel goed om je te verdiepen in de rapporten van allerlei inlichtingendiensten enzovoort. Dus, Dankjewel voor, hier moet ik ook een beetje van bijkomen. Maar begrijp ik het dan goed dat de heer Baudet zegt, we moeten naar de norm die in NAVO-verband is afgesproken. Ik stel en dan voor, kijkt de NAVO vervolgens maar, zeg maar wat men ermee doet met al die miljarden? Nee, ik heb niet, volgens mij niet gesproken over NAVO. Ik heb gesproken over het opkrikken van het defensiebudget naar 2% van BNP. Afrondend. Ja, dat is een NAVO-norm. Helder, ja, maar dat is ook zo, maar dat is niet de reden dat ik ervoor pleit om het naar 2% te brengen. Prima. Ik denk dat het gewoon een goede norm is voor Nederland om zijn veiligheid op peil te hebben. En of je dan vervolgens wel of niet in een bepaalde bondgenootschappelijk verband wel of niet bepaalde projecten wil ondernemen, dat is een interessante vraag, maar die staat daar wel geheel los van. Heel goed. Ik heb mevrouw Belhaai al gehad in dit interruptierondje. Kan met één vraag, en dan gaan we naar de laatste spreker. Voorzitter, ik ga kort mijn best doen, maar er gebeurde hier echt iets ongelooflijk geks. Iemand spreekt over de NAVO. Als je weet waar de NAVO vandaan komt, dan weet je Koude Oorlog, dan weet je Rusland. En tegelijkertijd zegt, nee joh, met Rusland is helemaal niks aan de hand. Dus volgens mij heeft deze Kamer ook het recht om te weten hoe Forum voor Democratie nou erin staat. Neemt hij nou het serieus dat er Russische dreigingen zijn en wat er allemaal aan de hand is, ja of nee? En bent u nu eigenlijk dan voor een NAVO of tegen een NAVO? Nou ja, ik denk dat de Russische ik zelf denk dat de Russische dreiging enorm wordt overdreven. Ik geloof daar allemaal niet zo ontzettend veel van, dat daar zo'n enorme dreiging van uitgaat. Tegelijkertijd heb ik gezegd, nou ja, kijk, het is ook zo dat er allerlei veiligheidsdiensten allerlei dingen onderzoeken waarvan wij dan maar een deeltje horen. En dat moet je dan maar voor een deel aannemen of niet, of kritische vragen bijstellen. Maar heel veel weten wij ook niet. Hè? Dus je zou ook kunnen zeggen dat er een enorme dreiging uitgaat van België of zo. En dan zeg je, ja, het lijkt mij heel onwaarschijnlijk. Maar goed, ik neem dan allerlei dingen tot me. Dat is interessant, daar kunnen we met elkaar over praten. Maar mijn eigen inschatting is dat die dreiging veel minder groot is dan nu wordt voorgesteld. De heer Bosman. Ja, voorzitter, dan heeft kennelijk de heer Baudet toch even gemist dat er 4 Russen zijn opgepakt die een internetactie ondernamen tegen de OPCW. De hele discussie over MH17 gaat kennelijk totaal voorbij aan de heer Baudet. Ik vind het echt onbestaanbaar dat hij zo makkelijk praat over risico's die we met z'n allen zien, waarvan hij zegt, joh, dat duw ik wel even weg. Het valt me wel mee, ik heb mijn eigen agnostische beeld over de werkelijkheid. Nou, dat is wel duidelijk. Oh ja, ik wilde wel iets over, ik heb niet echt een vraag gehoord, maar ik wilde wel iets over zeggen. Maar ja, kijk, het is allemaal, er gebeurt veel in de wereld. Hè? Dus er zijn allerlei landen, bijvoorbeeld ook de Verenigde Staten, die spionageactiviteiten ondernemen. Als een spionageactiviteit extreem onprofessioneel is opgezet, zoals het geval was bij deze Russische spionageactie van een land dat blijkbaar OPCW wil bespioneren, terwijl het ook gewoon naar binnen kan, dan kun je je ook afvragen wie nou precies daarachter zat en hoe dat precies gegaan is. Ik vind het een heel, ja, het is natuurlijk ontzettend moeilijk om daar wat over te zeggen. Hè? Dus u neemt dat allemaal maar klakkeloos aan wat er gebeurt. U leest iets in de krant en denkt, oh, dat zal wel waar zijn. Ik sta daar wat sceptischer in. Ik sta daar wat kritischer in. Ik, ik,
ik neem dat nieuws tot me. En ik denk, nou ja, ik weet niet precies wat daar allemaal gebeurd is. Maar om nou te zeggen, we staan aan de vooravond, want dat is een beetje de retoriek die ik hier hoor. We staan aan de vooravond van een groot conflict tussen het Westen en Rusland. Dan denk ik, nee, ik denk dat er grotere dreigingen zijn dan dat. Bijvoorbeeld de radicale islam. Dat vind ik een veel groter en veel acuter gevaar. Bijvoorbeeld wat we zagen met die rellen. Turkse rellen enzovoorts. Dan denk ik, nee, we kunnen het gewoon helemaal niet onder controle houden in ons eigen land. Dat vind ik een veel reëler, veel directer gevaar dan wat zich mogelijk afspeelt. Maar nogmaals, ik sta daar open in. En ik, als er nieuwsberichten komen of wat dan ook, of rapporten, dan zal ik die welwillend en met open geest tegemoet treden. Dat lijkt me vanzelfsprekend. Nee, voorzitter, de heer Baudet staat hier niet welwillend in, want hij verwijt mij dat ik klakkeloos de informatie van de krant zou maar overnemen. Nou. Ja, ik sta er welwillend in, maar nee, u niet. Nee, de heer Bosman is aan het woord, heer Bosman. Zo is het. Terwijl onze diensten, die hoog staan aangeschreven, zich serieus zorgen maken over de dreiging van Russische interventies, Chinese interventies, al die zaken meer. Ook ten aanzien van jihadisten, allemaal duidelijk, maar ook de Russische dreiging, de Chinese dreiging en jihadisten. De heer Baudet loopt constant weg voor de discussie over Russische dreiging. Ik snap dat niet. Wat is het probleem voor de heer Baudet om gewoon te zeggen datgene wat onze diensten aangeven in dat hele rijtje waarvan hij zegt, ja, dat accepteer ik, accepteert hij alleen het deeltje over Rusland niet. Dat snap ik niet. Nee, volgens mij sta ik kritisch tegenover alle rapporten die verschijnen. Ik heb bijvoorbeeld ook vragen gesteld over wat er allemaal beweerd werd over al dan niet ondernomen aanvallen van Assad in Syrië. Daar heb ik ook over gezegd van jongens, er wordt dan meteen al gezegd van we weten hoe het zit, hij heeft dat gedaan, dus en zo. Dat heb ik hier ook in de Kamer gezegd. Nou, dat weet ik nog helemaal nog niet. Laten we gewoon overal kritisch naar blijven kijken. En ik vind het, nou ja, op zijn minst opmerkelijk hoe ineens, hè, al die neuzen één kant op, continu, de grote vijand is Rusland. Terwijl, als ik naar Rusland kijk, zie ik een land dat economisch zeer verzwakt is. Dan zie ik een land dat demografisch zeer verzwakt is. Dan zie ik een land dat op alle mogelijke manieren, economisch enzovoorts, heel zwak ervoor staat. Tegelijkertijd zie ik een dubbele standaard bij ons. Als het gaat om de wijze waarop we daarmee omgaan. Een extreme verontwaardiging over vermeende spionageactiviteiten. Terwijl, ik weet niet of u nog herinnert, het Echelon-programma van Amerika. Dat gewoon alle telefoons van alle Europese politici continu werden afgeluisterd jarenlang. En daar kraait dan niemand naar. Dus volgens mij heb ik daar een veel opener en kritischer en neutralere blik in dan u, die nu zo verwaand aan het lachen is, omdat u het allemaal zo zeker weet. Ik denk dat het beter is om wat kritischer en wat sceptischer daarin te staan. Nee, voorzitter, er is geen neutrale blik van de heer Baudet, want die heeft overal een oordeel over. Maar dan heeft hij ook kennelijk gemist dat de Russen ondertussen bezig zijn met hypersonen, kruisraketten met nucleaire lading. Dat is geen verzwakt land. Dat is geen land wat bezig is om zijn demografische problemen aan te pakken. Die is bezig met offensieve aanvalspolitiek. De heer Van Ooyek. Voorzitter, er is zoveel aan de hand in de wereld en de Russische dreiging wordt overdreven. En, misschien toch even, want het wordt steeds raadselachtiger waarom de heer Baudet wel 5 miljard extra voor defensie wil uitgeven. Maar dat kan hij misschien ook nog dan uitleggen. Maar laten we zeggen, het neerhalen van de MH17, het illegaal annexeren van de Krim, de inmenging in Oost-Oekraïne. Ik noem er zo 3 nu. Hè? Feiten of geen feiten? De bezetting van de westelijke Sahara door Marokko. De bezetting van Noord-Cyprus door Turkije. Feiten of geen feiten? Feiten, voorzitter. Feiten. Hebben wij diplomatieke betrekkingen met Marokko en Turkije? Hebben wij handel met Marokko en Turkije? Ja. Dus, betekent een
geostrategisch conflict dat Rusland heeft met Oekraïne. Dat wij niet, dat wij op voet van oorlog moeten staan met Rusland. Nee, je kunt dingen niet één op één op die manier. Er gebeuren heel veel ingewikkelde dingen in de wereld. En natuurlijk moeten we ons daar op een kritische manier toe verhouden. Maar ik kan nou niet bepaald zeggen dat onze huidige handelswijze in mijn ogen erg constructief is. En het is ook nog eens een keer buitengewoon slecht voor onze tuinbouwsector bijvoorbeeld. Dat we al die handelsboycotts hebben met Rusland.